René van der Gijp heeft steeds meer moeite met controverse. Net als een maand geleden, wilde hij gisteren weer uit de show weglopen. Het interesseert me geen reet. Ik ben er helemaal klaar mee. Zomaar, geen zin meer in. Ik heb er geen zin meer in. Dat kan toch? Zo gewoon nu. Ik ben er klaar mee. Ik zou het liefste naar huis gaan, mag dat? Het is te veel, vindt René. Het is een optelsom. Ik snap best dat die John de Mol zegt van, kap alsjeblieft met dat vandaag een site, natuurlijk snap ik dat die man dat denkt. Die man krijgt eerst die Ali B en die Jeroen Rietbergen voor zijn kiezen, dan zijn eigen zoon en ook nog eens dit, waar dadelijk kamervragen over gesteld worden. Er is volgens René nog maar één manier om door te gaan. De enige oplossing voor dit is, en dan heb ik het over de tijdsgeest. In deze tijd zou het beter zijn om ons programma niet live te maken. Collega Wilfred Gené, maar dan ga je dingen eruit knippen. René, ja, dan had je dat eruit kunnen halen. Johan, ja, maar dan haal je denk ik een beetje de spontaniteit uit het programma. René, dat weet ik niet. Als je 6 keer per jaar iets uithaalt, dan heb je wel 6 keer minder gezeik. Johan, jawel René, maar jij hebt ook heel Nederland over je heen gehad en ik had jouw pruikact niet willen missen. We leven in een tijd dat de woke- en cancelgemeenschap massaal over je heen valt bij wat dan ook. Iedereen zit thuis te wachten tot ze denken, nu hebben we ze. René heeft minder plezier in tv maken. Ja, dus ik denk dat je dit programma gewoon beter een uur van tevoren kunt opnemen. Dan heb je altijd dat je met dit soort dingen tegen elkaar kunt zeggen, haal het eruit, want dan komt er gezeik van. Als jij weet hoe ik hier de afgelopen 5 jaar. Ik slik ongeveer 15 grappen in de week in. En best leuke grappen, vervolgt René. Dan kom ik thuis en vertel ik ze aan die kleine van mij en die lacht zich de pleuris. Hij zegt dan wel, pap, niet op tv vertellen hè? Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen jo. Tafelgast Özkan Akyol, jij voelt je al beperkt eigenlijk als je hier zit. Dan spreek je niet vrij uit. René, nee. Vroeger had je dat het sneller ging, nu gaat het langzamer. Vroeger kon je gewoon zo hup-hup, wat Prem altijd deed. Zonder na te denken iets zeggen. Dat kan niet meer. Wilfred ziet semi-live niet zitten. Ja, maar hallo. Wacht even. Dit programma bestaat nu bijna 20 jaar. Het is altijd zo geweest en het is de kracht dat we het live doen. Dat we niet weten wat we van tevoren doen. René, ja, maar je bent van het kutgezeik af. Dan hoef ik die grappen niet meer in te slikken. Dan kan ik zeggen wat ik wil. Dan kan ik die grappen gewoon maken, dan kan hij gewoon lachen. En dan halen we het uit het programma. Dat zou nog beter zijn. Johan, ja, dan hebben we een programma van 20 minuten als we alles eruit zagen. Ik vind nog steeds, René, als je 's avonds in de auto stapt, jij uit Dordrecht en ik uit Drenthe, hier naartoe. Dan rij je hierheen om vrijuit te praten. Anders kunnen we beter thuis blijven als we met meel in de mond moeten praten. De VI-mannen besluiten ermee dat ze alleen door willen als trio. Wilfred, ik vind op het moment dat het nu escaleert, zoals het vaker is geëscaleerd, dat je niet kan zeggen dat je eigenlijk naar huis toe wil. Het hoort erbij. Dat is onderdeel van wat wij doen. Als het hier eindigt is het ook goed. Johan, als John de Mol morgen tegen mij zegt dat het te ver ging, dan zeg ik, zet Wim Kieft hier neer en dan blijf ik thuis. Even goede vrienden. René, dat kan niet, Johan. Dat gaat niet. Wij zijn met z'n drieën en dat zal altijd zo blijven. Wilfred, dan stoppen we er met z'n allen mee. Johan, laten we het zo doen René, we gaan het opnemen, dan nemen we Arie Boomsma als eindredacteur en die bepaalt wat erin blijft.